Ja jongens, we zijn aan het eind van onze laatste thuiswedstrijd. En dan gaan we de speler van het jaar bekendmaken. Ik wil het publiek namens onze als staf en spelers bedanken voor de steun die wij dit jaar hebben ontvangen. Het was best wel moeilijk voor ons en voor jullie misschien nog wel moeilijker. We hebben de laatste 6 weken een geweldig resultaat neergezet, of 7 weken. Volgende week zetten we er nog 1 neer. Jongens, allemaal bedankt voor jullie steun namens de hele staf en de hele selectie. Arend is de man die de kaart trekt voor jullie. Die zorgt dat elke week de formulieren verdeeld wordt en dat de cijfers ook komen. De cijfers wil ik wel, die zijn door het publiek ingevuld. Ik zet er wel eens vraagtekens bij of je ook daadwerkelijk naar een wedstrijd kijkt. Maar Arend, bedankt voor het seizoen. En ik hoop dat we volgend jaar weer verder mogen gaan met jou. Ja? Oké. Okay. Dan het klassement. Het GPS Holding Nunspeet spelersklassement. Als het goed is Jan-Willem Dekker aanwezig namens de firma. Jan-Willem, welkom. Jij gaat zo de prijsuitreiking doen. Ik heb de formulieren bij me, je weet niet wat de cijfers zijn, denk ik. Oké, Jan-Willem, dan gaan we dat examen doen. 3 genomineerden. Dat is de Nielsen, Marco en Andrew. Andrew, Marco en de Nielsen. Marco, om met jou te beginnen. De laatste 7 weken denk ik dat je goed aan de weg getimmerd hebt met de cijfers. Maar helaas, Andrew doet het ook. Ja? Maar voor jou net niet de eerste prijs. Andrew, jij, nieuwkomer. Vorig jaar was het volgens mij Lars Polinder die ertussen zat bij de Speler van het Jaar als nieuwkomer. Nu zit jij er ook tussen. En de Nielsen, die heeft het hele jaar regelmatig zijn score gehaald. Als dat is geëindigd, Andrew. Jan-Willem, reik jij de prijs uit. En Marco, bijna de zoete melk van Veluwe. Heel veel vak tweede, maar gewoon niet. Deze keer de 2e plaats voor jou, Marco. Gefeliciteerd. En de Nielsen, dan is er dan maar 1 over. De winnaar met een 6,5. Er wordt een plaatje opgezet, dus je mag hem een jaar lang bij Zeewolde op de tribune zetten of waar je hem op manier wil zetten. Ik kan pas via de borst staan. Dan hebben jullie straks even een foto met z'n drieën. En met een sponsor erbij. Want de sponsor ga ik ook straks vragen voor box 4 van volgend jaar. Jongens, gefeliciteerd. Omdat niet iedereen aanwezig is. Als iemand de score wil weten, ik heb hem hier. Ik wens jullie een plezierige avond straks. En allemaal bedankt.